Geachte leden van de gemeenteraad. Blij dat u allemaal hier bent. We gaan beginnen aan een nieuw debat. En zoals de voorzitter van de voorzitter zei voordat de vergadering geschorst was, dit kan wel eens een spannend debat worden. Nou, laten we dat hopen. Er ligt een Rekenkameronderzoek voor. Dat ik hier ter bespreking wil voorleggen. En dat doen we gewoon aan de hand van een eerste termijn. En wie kan ik daarvoor als eerste het woord geven? En dan kijken we in de tweede termijn wel hoe we dat precies gaan doen qua stellingen. Wie kan ik als eerste het woord geven? De heer Spijker zie ik zijn vinger opsteken. De heer Spijker, het is een raadsdebat, maar wij hebben gedacht het is misschien wel handig om te doen gewoon vanaf de eigen plek. Als anderen er anders over denken, dan hoor ik dat graag. Maar de heer Vermeulen, punt van orde, of wilt u als tweede? Oké, de eerste heer Spijker, vanaf de plek. Dank u wel, voorzitter. Eenhalen meer bedankt de Rekenkamercommissie voor haar onderzoek en de debatstellingen. Daar zullen we zeker op reageren. De stelling boeren van destijds richten zich op het landschapsbeheer, recreatie of produceren van voedsel voor lokale horeca en cateraars. Dat klinkt leuk, maar het is te ver doorgeschoten in de terugdringing van onze boeren. En de voedselproductie ten koste van de ruimte en de woningbouw. Dit kan echt niet. En worden we straks in 2050 afhankelijk van de import van graan, uien en groenten uit het buitenland. Wij vinden het een zeer vreemde situatie. Dan de huisvesting. Smart builds, oftewel modulaire woningen in samen met een beroemde bank. Mag de naam niet noemen. De woningen zijn in de toekomst makkelijk te verwijderen. Dit is natuurlijk de oplossing voor een huidig probleem. Voorzitter, u heeft eindelijk goed geluisterd naar Eenhalen we meer. Smart builds. U ziet hem aankomen. We hebben een nieuwe naam gevonden voor Tiny Houses. Dan, een leuke stelling. De gemeente stelt lege kantoorpanden beschikbaar als broedplaatsen voor ZZP'ers, studenten, starters en kunstenaars. Dat klinkt prachtig, maar waar zit het verdienmodel? Ik ben erg geïnteresseerd. Ik hoor graag een reactie van het college. Dan het grootste probleem. Dat is de regelgeving en uitvoering. Deze wordt echt te minimaal besproken. De gemeente is juist de rem voor alle ontwikkelingen. Neem alle ondernemers die een prachtig plan hebben. Die komen bij de gemeente en dan hebben ze allemaal regeltjes waar het niet kan, moeilijk kan, 25 keer terug, demotiverend. Laten we er hard aan werken, voorzitter. Ik hoor graag de visie van onze collega's. Als laatste, de derde stelling van het debat. Haarlemmermeer moet zich alleen vestigen richten op ondernemers die bijdragen aan een brede welvaart. Nou, onze visie, dus een eigenzinnige ondernemer mag zich niet vestigen in de gemeente. Want overal is het eenheidsworst. En aan de andere kant, groei van mensen afhankelijk. En dat creëert ook een groei van mensen die afhankelijk zijn van de bijstand. Wij zijn tegen een eenheidsworst en iedereen hetzelfde product of dezelfde visie hebben. Dank u wel. Dank u wel. En dank u wel voor de complimenten aan mij ook. Die hebben we opgeschreven. Ik heb de volgende rij. De heer Vermeulen, daarna de heer Sulman, daarna mevrouw Maat. Dus dan weten ze vast een beetje waar ze zich op kunnen voorbereiden. De heer Vermeulen, namens Forza. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij van Forza geloven niet zo in de maakbaarheid van de economie. Die ontwikkelt zich gedreven door vraag, aanbod en de waan van de dag. Er is met een in het onderzoek van de Rekenkamercommissie met een niet voor Haarlem maar meer representatieve selectie van ondernemers gesproken. Zij werden gekozen omdat hun businessmodel sterk inspeelt op trends en ontwikkelingen richting een duurzame economie. En dat verklaart gelijk de inhoud van het eerste hoofdstuk. En in onze ogen degradeert dat het onderzoek tot vermakelijk leesvoer. In hoofdstuk 1 wordt een toekomstscenario voor Haarlemmermeer in 2050 geschetst vanuit het perspectief van de geraadpleegde ondernemers. Om tot zo'n scenario te komen moet de hele gemeente op de schop. Ondernemers ervaren het economische vestigingsklimaat en het daaraan gelieerde ondernemersklimaat als vrij traditioneel. De Rekenkamer ziet ook de spanning tussen enerzijds ambitieuze doelen op papier en anderzijds de beperkte mogelijkheden voor de gemeente om aan deze doelen bij te dragen. En die ziet Forza ook. Forza ziet vooral de huidige rol van de gemeente vooral als beperkend. Op een eenvoudige vraag,
als wat er nodig is om een weekmarkt in Vijfhuizen te organiseren, kan dan niet eens een antwoord geformuleerd worden, zo bleek afgelopen week tijdens de raadsvergadering op locatie. In hoofdstuk 2 wordt het maakbaarheidsgehalte van de gemeente geschreven. Hernieuwbare energie opwekken, circulair omgaan met grondstof en bouwmaterialen, slimme en elektrische mobiliteit, meer zorg voor de agrarische bodem, energie-neutraal of opwekkend bouwen. Duurzame datacenters, wij vinden dat een contradictie, water vasthouden en minder doorspoelen in de poldersystemen en streven naar een grotere biodiversiteit. Warmte, elektriciteit en brandstoffen die in Haarlemmermeer gebruikt worden, moeten in 2050 volledig afkomstig zijn uit duurzame bronnen. Deels lokaal geproduceerd. Forza denkt dat voor 2050 de wal het schip zal keren. Door goede omstandigheden te scheppen kunnen ondernemers verleid worden zich in Haarlemmermeer te vestigen. Dat klinkt mooi, maar waar gaan we die huisvesten? Nu al hebben we grote moeite om ondernemers die we hebben op de juiste wijze te faciliteren. Lokale ondernemingen die willen uitbreiden, worden niet zelden gedwongen om uit te wijken naar andere gebieden, een ander gedeelte van het land, wegens een gebrek aan ruimte. Hoe kan het? Het kan toch niet zo zijn dat wij internationale bedrijven binnen gaan halen ten koste van onze eigen ondernemers? Hoofdstuk 3 hebben we voor kennisgeving aangenomen. We hadden immers het eerste hoofdstuk al tot ons genomen. Een onderzoek waar alleen een smalle selectie van ondernemers voor is geraadpleegd, heeft voor de fractie van Forza weinig waarde. De RKC geeft de raad enkele stellingen mee om het debat te voeren. En Forza denkt dat eigenlijk dat we die in een aparte sessie moeten bespreken, want daar lijken ons de huidige anderhalf uur iets te kort voor. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. De heer Sulman, namens Gezondheid en meer. Ja, dank u wel, voorzitter. Toekomstbeeld 2050. Ik wou dat het al zover was. Heerlijk om te lezen dat de Noord-Zuidlijn al bijna 5 jaar operatief is. De boeren in de polder richten zich op landschapbeheer, recreatie en biodiversiteit. Juist hetgeen waar nu een groot tekort aan is. En waardoor ook nog het open landschap is behouden. De gemeente is een fijne plek om te werken, maar juist ook om te wonen. De focus is verlegd van smalle welvaart, volumegericht, naar brede welvaart, valuegericht. Want geld verdienen is niet meer het belangrijkste voor de jonge generatie. Juist duurzaam leven, betekenisvolle relaties en persoonlijk geluk staan voorop. Fietsers hebben altijd voorrang. Heerlijk toch? En afvalpunten worden geleegd doordat sensoren aangeven dat ze vol zijn. En camerabeveiliging heeft ervoor gezorgd dat Haarlemmermeer een veilige gemeente is. De grote blokkendozen zijn op hun retour. Deze grote blokkendozen droegen namelijk nauwelijks bij aan de lokale economie, hetgeen totaal niet opwoog ten opzichte van het ruimtegebruik. Schiphol is gekrompen en volledig duurzaam. De economie van Haarlemmermeer is divers, circulair en duurzaam en niet meer afhankelijk van Schiphol. Helaas duurt dit fijne toekomstbeeld dus nog 27 jaar. Tenminste, als we dit ook echt willen. Wat ons betreft moet dit toekomstbeeld inderdaad werkelijkheid worden. En niet pas in 2050, maar in 2040 of waarom niet alvast in 2030. En begin alvast vandaag. Zorg dat de ondergrondse afvalcontainers sensoren hebben, zodat ze geleegd kunnen worden als ze vol zijn. Dan voelt het toch al een beetje 2050. Ons wensbeeld van Haarlemmermeer is in ieder geval duidelijk. Zoals bijna elk RKC-rapport de afgelopen jaren, roept ook dit onderzoek het college weer op om heldere en goed meetbare doelen te komen. Misschien moet dat ook een doel worden voor het college, dat deze standaardaanbeveling in het volgende RKC-onderzoek niet meer nodig is. Toekomstscenario 2050 dus. Wij onderschrijven de aanbeveling van de RKC volledig. Dus college, formuleer de heldere doelen, inclusief indicatoren, om de voortgang te meten om het toekomstbeeld 2050 te realiseren. Brede welvaart is het uiteindelijke doel. Laat 2050 maar komen, maar eer mag ook. Een beetje ambitie kan nooit kwaad. Tot zover. Dank u wel. Ook keurig binnen de tijd. Mevrouw Maat, namens het CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Even hoog. Ja. Een toekomstscenario voor het vestigingsklimaat van ondernemers in Haarlemmermeer. Daar hebben we het over vandaag. En tot 2050 wel te verstaan. Nou, dat is nogal wat. Want hoe ziet Nederland er dan uit? In ieder geval hebben wij nog enigszins wat te zeggen over hoe Haarlemmermeer er dan uit komt te zien. Ondernemers vinden we belangrijk hier in Haarlemmermeer. De VVD is niet voor niets de grootste. Maar een keerzijde aan dit verhaal is er ook. We groeien, we bloeien, maar aan onze polder zitten grenzen. Steden om ons heen geven een hoop druk op ons gebied. En wij proberen als CDA met alle macht ons in te zetten op nog iets van behoud van ons polderlandschap. En onze inwoners zien dat ook. Want grote distributiecentra, datacenters, buitenlandse bedrijven. Is dat wat we bedoelen met ondernemers? Is dat wat wij willen hier in de polder? Als wij denken aan ondernemers en ondernemen, dan denken we aan het tegengaan van leegstand in winkelcentra, aan het MKB, aan familiebedrijven,
aan boeren die hier ook kunnen blijven ondernemen. Nou ja, wat dan dus mooi is, is dat wij volgens het stuk onze wensbeelden mogen uitspreken over het toekomstscenario en de visie op de rol van de gemeente hierop. We zijn als gemeente op dit moment bezig met het opstellen van een economische agenda en een integrale beschouwing werklocaties. En ook zullen er werkateliers worden georganiseerd met ons als gemeenteraad, waarin wij dus dan ook die wensen kunnen uitspreken. Maar we willen met elkaar een hoop. En zoals we lezen en weten willen we koploper zijn op het gebied van duurzaamheid, zijn wij gelijkwaardig aan Amsterdam en wil iedereen hier komen werken, wonen en recreëren. Maar de grens hebben we ondertussen wel een beetje bereikt en we moeten het dus anders gaan doen. Onze inwoners centraal, meer focus op wat zij belangrijk vinden. We moeten er met z'n allen voor waken dat we niet opgeslokt worden. Want als we het dan hebben over 2050, dan zijn we hier geen polder meer, maar een stad. We bedanken de Rekenkamer voor het rapport. En het CDA kijkt er dus naar uit met elkaar te bepalen waar we heen gaan, wat ons vertrekpunt is en hoe we op de korte termijn dan kunnen kijken welke stappen we hebben gezet. Tot zover. Dank u wel. Mevrouw Van Til namens de VVD. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben het hier vanavond eigenlijk over twee dingen. Een rekenkamerrapport wat voor ons ligt en met een visie. En voordat we ingaan over de visie, willen we het ook graag eventjes hebben over het rapport. Misschien iets meer voor de tweede termijn, maar het viel ons erg op dat er nu een toekomstbeeld wordt geschetst door de rekenkamer. Ja, dat op basis van een onderzoek wat niet heel erg gestaafd lijkt, niet representatief is zoals Fortsa eigenlijk ook al aangaf. En ook niet objectief. Het is eerder een wensbeeld wat wordt neergezet. En ons dus de uitdaging om daar wat van te vinden. En dat gaan we natuurlijk ook zeker doen. Want jaar na jaar staan we in de top van de lijstjes van de meest sterke lokale economie. Daar doen we wel wat voor en dat moeten we natuurlijk blijven doen. Het is geen vanzelfsprekendheid. Dan is het belangrijk om goed na te denken over de toekomst. Als raad hebben we in november 2022 het college ook al opgeroepen om daar met ons over mee te denken naar aanleiding van het Duisenberg-onderzoek. Naar aanleiding daarvan, dat gaf CDA ook al aan, wordt er gewerkt aan een economische agenda. Een MKB-agenda is in de maak en een brede beschouwing werklocaties. Daar kijken wij ook reikhalzend naar uit. En misschien een vraagje voor het college. Wanneer hebben we daar meer inzage in? Want zo'n toekomstbeeld, zo'n wensbeeld is mooi. Maar tegelijkertijd, het heeft ook wel een risico, brengt het met zich mee. Er is een hartstikke mooie video gemaakt en een rapport. Waardoor het bijna lijkt alsof dat de toekomstvisie is voor gemeente Haarlemmermeer. Maar daar moeten we inderdaad als raad ook echt nog bij zijn en wat van vinden. Dus het is een mooie suggestie. Het is prikkelend bedoeld en dat is gelukt. Want anders had ik het hier niet op deze manier zo over gehad. Wat vinden wij nou belangrijk aan het vestigingsklimaat? We hebben een heel mooi vestigingsklimaat. We hebben een hele goede economie en dat hebben we ook wel te danken aan de goede logistieke functie die we hebben. De hubfunctie die we hebben. En in tegenstelling wordt wat er door dat toekomstscenario wordt geschetst, zien wij de toekomst van de luchtvaart juist als de meest duurzame van Europa in 2050. Juist wij zijn in staat om te zorgen dat we ons focussen op het beperken van de hinder. Dat we veel vluchtbewegingen kunnen hebben. En dat is allemaal in harmonie met de inwoners en die sterke economie. En daar worden we nu al heel erg makkelijk overheen gestapt. Alsof dat al een feit is. En dat is het bij lange na nog niet. We moeten koesteren wat we hebben. En niet weggooien als er nog niks vervangend is. Een Haarlemmermeer zei dat ook al. Van wat is dan het verdienmodel? Gaan we dat dan met de broedplaats in lege kantoren terugverdienen? En het is ook wel echt een aanname, niet gestaafd op enige werkelijkheid, dat grote kantoren hier zouden vertrekken. De heer Vermeulen wil u een vraag stellen. De heer Vermeulen. Dat is exact wat ik wil doen, voorzitter. Ik wil van u weten of u het met de fractie van Fortsa eens bent. En dat staat eigenlijk ook al met zoveel woorden in het rapport. Dat wij als gemeente eigenlijk maar een hele bescheiden rol hebben in dat vormgeven van die toekomst. En dat we eigenlijk meer faciliterend zijn dan dat wij degene zijn die de economie hier aanjagen. Mevrouw Van Til.
Ja, dat ben ik eens met Forza. Maar tegelijkertijd zie ik ook wel dat we een rol hebben om die handschoen op te pakken, om dat te faciliteren en een toekomstbeeld te schetsen. En met elkaar, ja, daar toch in samenspraak met de ondernemers die we hebben, om daar verder aan te werken. Wat ik wel heel fijn vond om te zien in het toekomstscenario, dat blijkbaar de pilot ruimte met ruimte geslaagd is. Want we krijgen niet alleen, we hebben niet alleen maar woonwijken en bedrijfsterreinen. Die zijn in 2050 getransformeerd naar leefwijken. En dat is toch wel bijzonder, want ja, de pilot is eigenlijk nog niet eens van. Ook niet meer nodig, want dat gaat gewoon helemaal lukken. Maar eventjes naar het hier en nu over die pilot. Ik ben wel benieuwd. Er is een inspiratiebijeenkomst geweest in november, december. Hoe het daarmee staat, wanneer gaat die van start? En waar kunnen initiatiefnemers zich melden voor deze pilot? Om hier wat meer vaart achter te zetten. Want dat zien wij zeker wel als de meest innovatieve vorm om te gaan met de beperkte ruimte die we hebben. Nou ja. We hebben dan het toekomstscenario. Het college reageert erop met hoe we hiermee verder gaan. Dat kunnen we zeker onderschrijven. Het is echt een idee. En daar, willen we, ja, daar kunnen we verder mee gaan. En zolang dat vestigingsklimaat de ruimte geeft om te pionieren, te innoveren, te creëren en te bewegen, zowel door de lucht, land als het water, dan is dat wat het ons betreft het vestigingsklimaat voor de toekomst. Dank u wel. Die indruk kreeg ik al. Ik heb de volgende op het lijstje aan mevrouw Antolini. Daarna de heer De Ruiter en daarna de heer Rip trouwens. Dan weet u dat ook vast. Mevrouw Antolini. Dank u, voorzitter. Terwijl ik me verdiepte in de stukken, vroeg ik me af of ik een dystopisch roman over onze toekomst las of een raadstuk. Het antwoord op de vraag of de opstellers van dit stuk enig besef hebben van wat er werkelijk speelt onder de mensen is dan ook eenvoudig te geven. Deze toekomstverkenning wijkt helaas af qua inhoud en opzet van andere onderzoeken van de RKC die veelal terugkijken naar doeltreffendheid en doelmatigheid. Echter, met deze verkenning wil de RKC vooruitkijken. En daarom pakken ze externe trends erbij, waaronder klimaatadaptatie en de energietransitie. We lezen dan ook onder het kopje economische agenda. De maatschappij vraagt om een actualisering van de richting door meer naar duurzaamheid te kijken. Hier moet staan het Rijk, niet de maatschappij. De overheid duwt alle klimaatplannen door onze strot en we hebben letterlijk geen keuze. De gemeente dwingt ondernemers om zich aan bepaalde ideologische regeltjes te houden. Ben je bijvoorbeeld niet duurzaam genoeg, dan zul je ook veel minder kansen krijgen. We lezen ook dat de Haarlemmermeer samenwerking zoekt met Circulair West. Voorzitter, Circulair West richt zich expliciet op het menselijk gedrag. Ze denken na over hoe ze mensen en de samenleving daadwerkelijk willen, kunnen en zullen veranderen. Zo geeft Circulair West aan op de website: we moeten te weten komen wat mensen triggert en onderzoeken wat er nog meer gedaan kan en moet worden om circulaire oplossingen voor hen tot het nieuwe normaal te maken. Dit is pure gedragsbeïnvloeding. Tot slot worden de communistische Chinese smart city plannen ook meegenomen in het toekomstbeeld van de gemeente. Zo staat in het stuk: een veilige gemeente door de uitgebreide camera surveillance. Big Brother Haarlemmermeer. Voorzitter, het wordt tijd om de ondernemers te geven wat ze echt willen. Geef ze de ruimte om te ondernemen. Val ze niet lastig met onhaalbare klimaatdoelen. Laat de ondernemer het werk doen. Probeer te helpen, maar bemoei je niet overal mee. Tot zover. Dank u wel. Helder verhaal. De heer De Ruiter, BVNL. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, de toekomst voorspellen blijkt achteraf altijd heel gemakkelijk te zijn. De fractie van BVNL is mede daarom blij dat de makers van het toekomstscenario voor het vestigingsklimaat duidelijk hebben aangegeven dat zo'n scenario geen voorspelling is. Lettend op de actualiteit ziet de fractie van BVNL namelijk ook wel andere scenario's voor 2050. Zonder direct te willen doemdenken zou het maar zo kunnen zijn dat er tegen die tijd sprake is van een wederopbouw. We hebben tenslotte een regering in Den Haag zitten die meldt dat we in oorlog zijn en die er ook alles aan doet om de oorlog verder uit te breiden en zo mogelijk naar ons toe te halen. Schiphol en omgeving zouden wel eens een belangrijk doelwit kunnen blijken voor de bombardementen als die oorlog zich naar de NAVO-landen uitbreidt. Dan loopt het aantal vluchten ook snel terug. Dat zal GroenLinks behagen. Vanaf deze plek, in het belang van onze voorspoed en veiligheid, in het belang van Nederland, wil ik daarom ook de regering in Den Haag met nadruk
oproepen om het conflict in Oekraïne niet verder op de spits te drijven, maar juist aan te sturen op vredesbesprekingen. Voorzitter? Ja, onrecht. De heer Rip, dank. Ik wil graag aan de woordvoerder van BVNL vragen om zich aan het onderwerp te houden en niet de wereldproblematiek hier neer te leggen, want daar hebben we totaal geen behoefte aan. Ik was bijna zelf als voorzitter ook genegen dat gaan doen. Ik vond het wel moeilijk om te doen, maar dank voor de heer Rip. De heer De Ruiter, wilt u zich bij het onderwerp houden? Meneer, ik hou mij bij het onderwerp. Ik heb het over Schiphol. En volgens mij ligt Schiphol hier in de gemeente. En Schiphol is echt, kan echt gewoon een risico vormen op het moment dat er iets uitbreekt. Maar goed, ik kom terug verder naar Haarlemmermeer. Oorlog, hoe onrechtvaardig het misschien ook voelt, vrede is ter alle tijden meer in het belang van Nederland dan een oorlog. En zeker in het belang van een goed vestigingsklimaat in Haarlemmermeer. Alsjeblieft, meneer Rip. De fractie van BVNL ziet niet goed hoe we van de huidige boeren, verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de voedselproductie, ineens natuurbeheersers en biodiversiteitsbevorderaars maken. Hoe gaan we deze luchtfietserij financieren? Het is eerder ook al genoemd. Als we tegelijk ook Schiphol ook nog eens fors laten krimpen. De melding dat we voorloper worden op het gebied van smart cities doet ons huiveren. Tot voor kort waren afstelstoplichten nog heel lastig om te realiseren. Met het smart city concept worden burgers digitaal 24/7 gecontroleerd. En mogelijk ook aan banden gelegd. Dit stuk roept bij onze fractie meer vragen op dan het antwoorden geeft. In onze optiek is het meer een horrorscenario dan een realistische toekomstvisie. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik wil nogmaals ik heb het niet eerder gezegd, maar de Rekenkamercommissie stelt de raad voor om wensbeelden te gaan schetsen. Dus ik zou het als voorzitter een goed idee vinden als in de bijdrage ook wensbeelden terugkomen. Meneer Rip. Ja, voorzitter, dank u wel. En daar ga ik ook mee beginnen. Ik begin met de Rekenkamercommissie. Instrument van de raad, moeten we trots op zijn. En de complimenten wil ik bij deze aangeven voor dit onderzoek. Ik zet er een kanttekening bij. Het is voor mij en voor mijn fractie HAP de eerste stap. Dat moet ik er wel bij zeggen, want het levert inderdaad heel veel vragen op. En wij hebben het ook zo gelezen. En wij gaan ook proberen een paar wensbeelden met u te delen. En ik hoop in de tweede termijn ook gewoon met elkaar in discussie te kunnen gaan over de toekomst van het vestigingsklimaat van ondernemers. En ik moet eerlijk zeggen, ik was gefascineerd en boeiend heb ik geluisterd naar de bijdrage van Gezond Haarlemmermeer. Hoe zijn wensbeeld is in 2050. En ik denk als dat zo is, zoals u dat schetst en het komt allemaal uit, dan zitten we hier in een fantastische gemeente. Dus ik hoop dat het ook gaat lukken. Maar een aantal dingen. Ik wil iets over Schiphol zeggen. En dat zeg ik gewoon omdat de kracht van Schiphol is wel dat we vandaag hier zitten in deze zaal om over een vestigingsklimaat te hebben. En ik kan u meegeven, dat zullen wij nooit meer meemaken, maar Schiphol gaat nooit meer weg uit onze gemeente. Dus dat betekent dat we er op een of andere manier mee moeten dealen. Alleen, ik denk dat er vele wegen zijn naar Schiphol ook. Want dat hebben we ook allemaal goed geregeld. Dus er zijn ook wel veel mogelijkheden. Dus dat wil ik wel. Die economische pijlen, die zal altijd blijven. Wat ik mee wil geven is, ik vind wel dat we de MKB beter in de etalage moeten zetten. En verschillende mensen, of verschillende bijdragers van politieke partijen zeiden het eigenlijk al. Representatie van ondernemers, daar zet ik ook mijn vraagtekens bij. En niet omdat ik dat de mensen die daar geïnterviewd zijn geen mening mogen hebben of zo. Maar er zijn zoveel ondernemers en niet iedereen is lid van een ondernemersvereniging. Dus ik vraag me ook af of die diepgang naar de wensbeelden van de ondernemers, of dat we misschien nog een tandje opgeplust kan worden. Zodat we alle ondernemers bereiken die er misschien wat van vinden. Vestigingsklimaat. Ja, hoe maak je dat nou mogelijk als we toch in de afgelopen maanden geconfronteerd worden met ontmoediging richting MKB? En ik noem maar een aantal voorbeelden. Traject 1CD in Rijzenhout. Het lukt ons gewoon niet. De bakkerij Dijkzeul in Vijfhuizen wordt ook bedreigd door zijn bestaan. Frenkie op het dorp in het plein in Hoofddorp. Ik noem maar een aantal ondernemers die hele belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie. En op een of andere manier lukt het ons niet om die een vast bestaansrecht mee te geven. En als voorbeeld Pioniersbos, waarbij we uiteindelijk een ambitie om woningen
neer te zetten. Daar moeten we iets doen met de zittende ondernemers. En we kunnen er eigenlijk niet wegkomen. En waarom niet? Omdat we onszelf hele hoge eisen stellen als het gaat om vestigingsklimaat en ontwikkeling van gebieden. En dat is goed. Het moet duurzaam zijn, het moet klimaat. Maar daarmee maak je die drempel zo waanzinnig hoog dat je eigenlijk alleen maar de grote jongens ter wereld naar binnen kunt halen. Oké, dat zijn de internationale bedrijven. Ze zullen er ongetwijfeld goed aan verdienen. Maar de vraag is op langere termijn, wat leveren deze bedrijven nou echt concreet aan de lokale samenleving? Dat zijn mooie onderwerpen om te discussiëren straks, denk ik, in de tweede termijn. Even kijken, heb ik alles gezegd? Volgens mij wel. Ik wil meegeven. Vrij veel inderdaad, want u loopt tegen het einde van de... Oké, nou dan wil ik nog even meegeven en dat ik trots ben op een aantal bedrijventerreinen in Haarlemmermeer, zoals het op dit moment erbij ligt. En dat hebben we te danken aan de inzet die we daarvoor gedaan hebben. En ik noem dan Lijnden even heel snel en ik noem even heel snel Nieuwennep-Zuid. Dat is een pareltje, als je daar doorheen rijdt, dan heb je gewoon het idee, dat is mooi. Dat is een prachtig mooi vestigingsklimaat. Dus dat wil ik even meegeven. Ik laat het hier even bij. In de tweede termijn kom ik graag terug op wat stellingen. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Beusmerg junior. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, terugkijken naar wat er gebeurd is, is goed. Maar denken aan de toekomst is beter. Een terechte vraag die bij Sociaal Rechts Haarlemmermeer omhoog komt is, wat voor gemeente willen wij zijn? De Rekenkamercommissie schetst naar eigen zeggen een positief toekomstbeeld. En dat zou ik graag over willen nemen. Maar houdt het college ook rekening met een minder positief toekomstbeeld? Los van dat dit onderzoek maar weinig is gebaseerd op lokale ondernemers, maar vooral op de grote jongens. De afgelopen jaren zijn we namelijk al een aantal keer geconfronteerd met situaties waarvan onze economie een flinke klap heeft gekregen. Tijdens mijn tranche als volger van de methode Duisberg werd voor mij al duidelijk hoe kwetsbaar onze economie eigenlijk is. Binnen no time kan onze economie van snelst groeiend naar snelst dalende economie van ons hele land zijn. Dat is iets waar we ons wel van bewust moeten zijn. Ik hoop dat de portefeuillehouder dat ook is. Verder houd ik natuurlijk ook van positiviteit. En ik wil hier niet de azijnzeiker uithangen. Maar nogmaals, voorzitter, we moeten ons bewust zijn dat niet alles vlekkeloos verloopt. Dan kom ik bij de beleidsdoelen. Zoals het college zelf al onderstreept, weinig concreet. Voorzitter, ik hoop dat in de economische agenda dit wel gaat gebeuren. Want als u nu zelf al onderstreept dat het weinig concreet is, dan heeft u steken laten vallen. Laten we maar snel hopen op verbetering. Ook wil ik nog de Rekenkamercommissie bedanken voor dit onderzoek. Maar laten we de dag niet prijzen voordat het avond is. Dank u wel. Dank u wel. Ik geef het woord aan mevrouw Smant namens D66. Dank u wel, voorzitter. Toen wij het rapport doornamen, toen dachten we dit smaakt naar meer. Toekomstdenken, kijken waar Haarlemmermeer in 2040 staat, dat vraagt om een bredere discussie. En wellicht ook een andere aanpak dan in dit rapport is toegepast. Maar ik zie het als een mooie opstap. Wij zien het als een mooie opstap. Haarlemmermeer, hoe gaat Haarlemmermeer eruit zien, is een belangrijke vraag. Een krachtiger Haarlemmermeer, een groener Haarlemmermeer en een menselijker Haarlemmermeer. Dat zijn voor ons drie belangrijke haakjes die ook terugkomen in andere onderzoeken. En het vestigingsklimaat is het gevolg, is een middel wat je in kunt zetten om die toekomstvisie invulling te geven. Dus wij zouden hem eigenlijk vanaf een andere kant aan willen vliegen. En dat is ook de vraag aan de collega's waarover we graag in gesprek gaan. Hoe zien wij, en dan niet hier in deze zaal, maar de inwoners, de ondernemers, maar ook de senioren die straks niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Hoe zien wij Haarlemmermeer in 2040? Hoe gaan we dat vormgeven? Welke termen plakken daarop? Welk ondernemersklimaat hoort daarbij? Dus ik zou hem eigenlijk om willen draaien. Dat neemt niet weg dat een blik in de toekomst, zeker met alle veranderingen die op ons afkomen, waar we eigenlijk ook al middenin zitten, die blik op de toekomst is ongelooflijk belangrijk. De stip op de horizon, die moeten we met z'n allen zetten. Niet in deze zaal, maar door heel veel meningen,
visies op te halen en dat op een goede manier bij elkaar brengen. Daar zou ik graag een aantal punten aan toe willen voegen. Laten we het vooral simpel houden. Laten we inzetten op minder regels en meer een praktische benadering. Laten we ons dienstbaar opstellen. En laten we ons vooral ook faciliterend opstellen richting de ondernemers. Ik wacht op de punt, want u heeft een interruptie van mevrouw Van 't Hul van de VVD. Ja, dat ging nog op het punt omdat we zo lang gingen wachten op de punt. het gedeelte over hoe we het verder moeten gaan vormgeven, dat vestigingsklimaat. Wat vindt D66 van de manier waarop dit nu door de Rekenkamer is neergezet? De manier van samenbrengen? Als een goede aanzet, maar ook daar zit ook een risico in dat we in een tunnel lopen waar we te eendimensionaal gaan denken. En dat heeft te maken met de breedte van het onderzoek. Hoe is dat ingezet en hoe zijn deze meningen opgehaald en hoe is dat samengevat? En dat heet dan vestigingsklimaat, maar het is eigenlijk veel breder als je het rapport leest. Dus vandaar dat ik het ook een beetje een lastige combinatie vind om over vestigingsklimaat te spreken en over een toekomstbeeld wat veel breder is. Dank u wel. Precies, dank u wel. Zoals u het ook al gezegd, namelijk in uw termijn. Ik geef het woord aan mevrouw Hupp namens de ChristenUnie SGP. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, vandaag blikken wij een stuk vooruit naar 2050 maar liefst. En ik moet eerlijk bekennen, dat doet mij een beetje wegdromen. Hoe willen wij het inrichten binnen onze prachtige poldergemeente? We zijn tenslotte pioniers. En deze sessie is naar aanleiding van een toekomstschets voor ondernemers in onze gemeente. En geeft ons een basis nu vanavond voor een raadsdialoog. We weten dankzij de leuke impressie hoe het scenario er nu uit kan zien. En mogelijk kunnen we middels een aantal indicatoren, trends en ontwikkelingen, maar vooral wensen, de toekomst schetsen. Zeker weten doen we natuurlijk nooit, maar vanavond een keer goed over gaan hebben is een goede eerste stap. Dank ook aan de Rekenkamercommissie voor het onderzoeksrapport. Dit gaf een goed beeld van de huidige en toekomstige werkelijkheid. Maar wat spreekt ons dan aan en wat niet? Het betaalbaar wonen is in ons opzicht dan nog een behoorlijke klus. Met oog op het bouwen en de stikstofdiscussie die nu loopt en het tekort aan grond. We moeten het allemaal nog maar afwachten. En de Noord-Zuidlijn, daar zijn we natuurlijk heel positief over. Maar we hopen wel dat die er dan al wel ligt in 2050. Want dat heeft in Amsterdam ook wat langer geduurd dan verwacht. Het scenario zelf is zeer positief, maar is het ook realistisch? Als je kijkt naar de oplossing voor het landschapsbeheer, zien wij dat de gemeente fors betaalt. Dan heb je geen boeren meer, maar ambtelijke loonwerkers. Wij vinden het wel een beetje kort door de bocht om de boeren dan in te gaan zetten voor ons natuurbeheer en dat ze hun eigen bedrijfsvoering moeten opgeven. Voorzitter, kan dat niet anders. Betreft het onderwijs vonden wij dit een goede toekomstschets. Het Nova College hanteert dit beleid ook al. Het is dus uitvoerbaar. Ze staan in verbinding met de lokale ondernemers en op deze wijze houden ze jong talent ook binnen de gemeente. Dat vinden we een goed streven. Nogmaals, is het een positieve insteek, maar is het realistisch? Nou, of is het een idealistisch sociaal wereldbeeld? Als wij dit willen, dan moeten wij het financieel aardig op orde krijgen na 2026. Want wij gaan het landschap beheren, de gebouwen beheren, zoals leegstaande panden aanbieden voor broedplaatsen, die de gemeente liever kwijt is dan rijk. De gemeente die voor gebouwen zorgt, is wel een mooi toekomstbeeld, maar zijn we wel heel erg benieuwd naar de financiële haalbaarheid. En als het net zo oploopt als het gemeentehuis misschien, dan zitten we straks in 2050 in de schulden. En dan kan je allemaal leuke plannen hebben, maar dan komt er weinig uitvoering. Rondaf, voorzitter. Het is een heerlijk optimistisch toekomstbeeld, maar laten we het realistisch toekomstbeeld ook niet uit het oog verliezen. Een mooi streven is het wel, dus op naar 2050. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, op naar 2050. Mevrouw Gumbert. Dank u wel, voorzitter. En allereerst ook ons dank aan de RKC voor dit toekomstscenario. De Raad wordt om wensbeelden gevraagd, maar dit stuk staat ook vol met wensbeelden. Volledig klimaatneutraal vliegen op waterstof. Dat zijn ideeën die heel mooi klinken, maar die niet realistisch zijn. Ook niet in 2050 en zelfs niet met een prijskaartje eraan, zoals dat stuk stelt. Een hyperloop? Reken daar ook maar niet op. Laten we stoppen met dromen over dit soort science fiction en beginnen met keuzes te maken, echte keuzes. En laten we daarbij het klimaat voorop stellen. GroenLinks heeft bijvoorbeeld deze wens. Een economie met minder nadruk op logistiek.
veel minder Nederland distributieland, want daar zit de toegevoegde waarde niet. Nu niet en in 2050 ook niet. Het is nu al vervuilend en lelijk en slecht voor de leefbaarheid. Een slimmere economie hebben we nodig met ruimte voor slimme, schone en lokale ondernemers. Dat is een keuze die wij moeten maken en daar hoort ook bij kiezen wat we niet willen. Nu is het nog te veel en. Het eerste toetsingskader wat ons betreft moet zijn, is een bedrijf klimaatbestendig, circulair, opereert het volgens sociale normen, brengt het de volksgezondheid niet in gevaar en draagt het bij aan onze samenleving. En zo niet, dan moeten we ook bedrijven de deur durven wijzen. We zijn wel op zoek naar hoe dan. Want bijvoorbeeld creatieve broedplaatsen worden genoemd. Leuk om op te schrijven dat Haarlemmermeer na Amsterdam een goede tweede zal zijn geworden op dit gebied. Maar hoe gaan we dat dan doen? Wat zijn de randvoorwaarden? Als Purmerend dit op zou schrijven, of Almere, dan zouden wij ze ook uitlachen. Maar wat is er nodig om dit wel te laten lukken? Daar ontbreekt de diepere analyse nog voor. Het opschrijven alleen is niet genoeg. We moeten er dingen voor doen en dingen voor laten. Dat is een van de punten waar nog behoefte is aan meer onderzoek. Wat kan? Wat is realistisch? Wat is haalbaar en wat niet? De RKC zou misschien daar in dat onderzoek nog een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld voor het toetsen van de effectiviteit van beleidsmaatregelen om dit wensdenken te kunnen realiseren. Samenvattend vragen wij om veel betere inzet op randvoorwaarden en duidelijke keuzes. In plaats van het opschrijven van wensbeelden zonder helderheid over wat we niet willen. De heer Vermeulen heeft een vraag, denk ik, aan mevrouw Gumbert. Ja, ik zit er even op te broeden, voorzitter, maar ik zou toch heel graag weten... De broedplaatsen zijn al begonnen, begrijp ik. Ja, zeker. Al die mensen die nu in de logistiek werken, wat gaan die in de toekomst allemaal precies doen in de wereld van GroenLinks? Voorzitter, voor zover wij tot nu toe hebben begrepen, is het aantal banen in die logistieke centra helemaal niet zo groot. En de druk op de arbeidsmarkt is wel heel erg groot. De heer Vermeulen. Mijn verontschuldigingen dat ik niet duidelijk was. Ik had het over de logistieke sector. Er zijn natuurlijk in die warehouses gebeurt van alles automatisch. Maar uiteindelijk, iedereen die ik bij mij aan de deur zie komen, is gewoon van vlees en bloed. En die rijdt met een autootje rond en die komt spullen brengen. En bij de supermarkt zie ik ook altijd vrachtauto's staan en dan leveren ze spullen af. En wat gaan al die mensen doen als we geen logistiek meer hebben? De economie. Mevrouw Gumbert. Er wordt niet gezegd dat we geen logistiek meer hebben, maar wel dat logistiek niet de kurk of de enige kurk is waar onze economie op drijft. En diversificatie is ook iets wat in dit scenario van de RKC wordt genoemd als heel belangrijk. Bleek bijvoorbeeld tijdens corona dat er enorme problemen ontstonden, juist omdat iedereen in diezelfde sector werkzaam was. Misschien is het iets voor de tweede termijn nog om daarover verder te gaan. Mevrouw Denis, namens de Partij van de Arbeid, om de eerste termijn af te sluiten. Dank u wel. Om te beginnen... Ik was eigenlijk... Sorry. Ik dacht dat u aan uw... Nog één zin. Dank u wel, voorzitter, voor dit zinnetje. Sorry, mevrouw Denis. Dat wij hopen dat we in de economische agenda en de integrale beschouwing werklocaties, waar het college na de zomer mee komt, dat we daarin terug zullen zien die helderheid, die duidelijke keuzes over wat we wel willen en wat we niet willen, zodat we aan een economie kunnen bouwen die werkt en blijft werken voor iedereen. Dank u, voorzitter. Die mocht u nog van mij. Mevrouw Denis, namens de Partij van de Arbeid. Dan nu om het af te sluiten. Ja, dank u wel. Om te beginnen danken wij ook de RKC voor hun werk. Het college geeft aan in de bestuurlijke reactie dat zij in gesprek zijn met de MKB'ers voor het opstellen van een MKB-agenda. Voorzitter, hoe kan dit? Na de coronacrisis, de energiecrisis en de stijgende inflatie die ook onze ondernemers hard heeft getroffen, is het wat de PvdA betreft niet langer tijd voor gesprekken. Het is tijd om actie te ondernemen en wat ons betreft liever gisteren dan vandaag. Een lange termijnvisie, een toekomstperspectief. Dat klinkt allemaal hartstikke mooi, maar wat doet het college nu, behalve gesprekken voeren, om onze MKB'ers te steunen? Het huidige vestigingsklimaat is volgens het onderzoek in orde, maar de visie is weinig concreet. Waarom houdt het college deze afwachtende houding aan? Graag een reactie van de wethouder.
In de bestuurlijke reactie staat ook iets over het opstellen van een EA en een IBW. Maar hoe zit het met de huidige investeringsagenda? Hoe ziet die er op dit moment uit? Ook hierop graag een reactie. En dan tot slot, van volume naar value. Ja, dat klinkt leuk, maar dat klinkt ook als het bevorderen van vestiging door grote bedrijven met veel geld en het verjagen van de lokale ondernemer. We hebben al eerder benoemd dat met de hoge grondprijzen het onmogelijk is voor de lokale ondernemer om zich te vestigen. Hoe heeft het college voor ogen deze lokale spelers niet langer buitenspel te gaan zetten binnen de van volume naar value visie? En hoe kunnen zij zich gaan vestigen in bijvoorbeeld nieuwe wijken met die huidige grondprijzen? Op deze manier is er geen ruimte meer voor het midden- en kleinbedrijf in onze polder en daarmee wat echt belangrijk is voor onze polder als het gaat om ondernemerschap. Laten we de lokale ondernemer niet verjagen door grote bedrijven. Wij willen bedrijven met lokale binding en werkgevers die goed werk creëren voor hun werknemers met goede huisvesting in de buurt voor alle arbeiders. Tot zover. Dank u wel. Dank u wel, Allen, voor de eerste termijn. Ik geef het woord aan het college, mevrouw Ruighok. En die gaat zelfs achter het katheder staan. Want het is een raadsdebat. Ja. Ze heeft helemaal gelijk. Het is een raadsdebat, dus dat laat ik me niet ontnemen om hier gewoon nog weer eens eventjes achter dit katheder te kunnen gaan staan. Gaat het niet goed? Oh, daar. Oh. Oké, dank. Dank ook voor de camera. Mannen en vrouwen. Goed, ik heb al van heel veel raadsleden gehoord. Dit is geen voorspelling. De Rekenkamer heeft een rapport uitgebracht, wat eigenlijk inderdaad niet heel gebruikelijk is. Meestal kijken ze achterom. Nu hebben ze prikkelend vooruitgekeken. En ik heb dit ook teruggehoord in uw bijdrages. Want geprikkeld hebben ze u zeker. En ik denk dat dat goed is. Maar u gaat erover. Mevrouw Maat zei het ook al. Hartstikke mooi dat dit er ligt. Maar we gaan juist met elkaar, met de raad en ondernemers in gesprek. U heeft ons uitgedaagd ook in de methode Duisenberg om te zeggen van oké, hoe maken we het dan concreet? We nemen dit veld op en daar zijn de verschillende inspiratiesessies ook voor opgezet. Eentje was een paar weken geleden waar ongeveer 50 ondernemers waren van kleine, midden en grote bedrijven. En mevrouw Denie gaf het ook al aan, we voeren gesprekken met het MKB. Maar u kent ook mij en de ambtenaren. We zijn ook altijd in staat om, als er iets speelt, dat direct op te pakken en op te volgen en een vervolg te geven. Een aantal van u geeft aan van ja, wat hebben we aan die grote ondernemingen? Nou, inderdaad werkgelegenheid, vestigingsklimaat. Maar ook grote ondernemingen hebben een groot hart voor de plek waar ze zitten. Afgelopen vrijdag was ik nog met wethouder CD in het Venneperbos, of Venneperhout heet het, om te spreken met een farmabedrijf wat daar 4 jaar lang gaat investeren in het vervangen van zieke bomen. Nou, dan denk ik, die zijn echt geworteld in onze gemeente. De heer Vermeulen, over geworteld in de gemeente. Ja, nu vraag ik me eigenlijk af voor zit er omdat de wethouder staat daar achter het katheter. Gaan we het debat voeren in de ring of vanaf? Het zou mijn voorstel wel zijn, ja. In de tweede termijn zeker, maar hier mag het ook al. Ja. Oké. Graag in de ring. Ik zit hier nu, ik ga gewoon de vraag stellen. Het is een beetje. Dan ga ik het nou vragen aan de volgende. Potsierlijk om alsnog naar die microfoon te lopen, maar de volgende keer zal ik dat zeker doen. Ik hoor heel goed wat u vertelt, wat dat farmabedrijf gaat doen. Maar bent u het met onze fractie eens dat juist die lokale ondernemers zo belangrijk zijn voor de sociale cohesie in een dorp? Dat zijn degenen die helpen dorpsfeesten te organiseren en al die activiteiten die anders niet meer plaatsvinden. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat er ook andere werkgevers zijn die voor werk zorgen. Maar uiteindelijk is een samenleving meer dan alleen geld verdienen. Oh, u zag mij al druk knikken, maar tot dat laatste stukje ongeveer. Maar een samenleving is samenleven. Dus wat mij betreft met grote en kleinere bedrijven. En een aantal van u gaf het al aan. Economie is juist een ontzettend mooi gebied. Omdat economie wordt gemaakt door de ondernemers en de mensen die initiatieven nemen. En daar bruist het van. Dat is er genoeg in Haarlemmermeer. En dat zie ik zowel bij de grote als de kleine ondernemer.
En juist die lokale ondernemer, die zorgt inderdaad voor die cohesie. En ja, ik zou hier eigenlijk ook nog wel een oproep willen doen. Sluit u dan ook aan bij die ondernemersverenigingen en zorg dat dit ook zo blijft. Want het gebrek aan vrijwilligers is echt dramatisch. En daar moeten we echt met elkaar ook voor zorgen dat we ook een bruisende gemeente blijven. Terugkomend op hoe nu verder. Dit is een eerste aanzet om richting te geven. Hoe willen we dan verder die randvoorwaarden aangeven? Nou, de werklocaties, daar zijn we nu druk mee bezig. Dat moet de komende weken komen. Dus ik hoop dat dat nog voor het reces gaat. Ik hoorde iemand zeggen na het reces. Maar ik probeer natuurlijk dat voor het reces voor elkaar te krijgen. En dan volgen daarna in september de MKB-agenda en de economische agenda. En daar kunnen we dat gebruiken we dan weer ook voor een volgende inspiratiesessie. Ook weer met ondernemers om te kijken hoe willen we het. En wat ik zelf uit dit rapport heb gehaald, ook van de Rekenkamer. Nou, inspiratie om te kijken van hoe zou een toekomst eruit kunnen zien. Maar ook bevestiging van de stappen die we al gemaakt hebben. Diversificatie, daar zetten we al jaren op in. Keuzes maken, circulariteit, dat belangrijk is. Dat ook betekent dat je bedrijventerreinen nodig hebt met een hoge milieucategorie. Kwaliteit, selectiviteit. Ruimte met ruimte maken. Mevrouw van het Hul had het erover. We hebben daar een pilot voor gestart in Beukenhorst-Oost. We hebben toen bedrijven benaderd die daar zitten. Maar ik denk dat het een goed moment is als we met de werklocatiestrategie naar buiten komen om veel breder nog een keer aandacht te geven aan dit onderwerp. Want het is een beetje een kip in het ei. Wij zeggen, u mag eigenlijk heel veel doen en ruimte met ruimte maken, bijna regelluw. Maar er is niemand gekomen met een initiatief. Dus ook hier doe ik een oproep. Zorg dat de bedrijven zich melden. En ze hoeven niet per se uit Beukenhorst-Oost te komen. Hè. Ze mogen ook uit de rest van Haarlemmermeer zelfs wel over de ringvaart vandaan komen. Of uit het voormalige Haarlemmermeer Spaarwoude. Dus laat ze zich melden. En dat kan bij mij of bij de medewerkers van EZ. Dus we gaan samen aan de slag om een volgende stap te maken naar de randvoorwaarden voor dat vestigingsklimaat. Maar ik ben het ook met u eens, dat is in grote mate vooral ook in handen aan de ondernemers en de mentaliteit en de ondernemerszin die bij hen vandaan komt. Ik wil u vragen om nog even te blijven staan, want ik zie wat vingers omhoog gaan. En dan geef ik nu als eerste het woord aan mevrouw Denis, die net als laatste aan de beurt was. De eerste zult de laatste zijn, hè? Dank u wel, voorzitter. De wethouder gaf aan op de vraag wat het college nu doet, behalve gesprekken voeren om de MKB'ers te steunen. Gaf het college aan dat zij altijd in staat zijn om dat als er iets speelt, dat op te pakken en er vervolg te geven. Maar dan is toch mijn vraag wat het college heeft gedaan toen we de berichten ontvingen van lokale bakkers bijvoorbeeld, dat ze de deuren moesten sluiten omdat de gasprijzen te hoog werden. Ja, gelukkig was dat ook weer een heel mooi voorbeeld waarin een lokale ondernemer aanbood van, nou, ze mogen bij mij komen bakken en de ovens gebruiken, et cetera. Wij hebben verwezen naar de landelijke regelingen voor de tech-regelingen, de tegemoetkoming energiekosten. Dus op die manier gaan we daar mee om. En op die manier werkt het ook om de rechtstreekse contacten te laten werken. Dan zag ik de heer Vermeulen. Ja, ik zou dan nog wel heel graag weten welke acties de wethouder onderneemt om te voorkomen dat het grote kapitaal, ze zitten niet in onze gemeente, maar stel dat een Google hier komt die kan betalen wat ze willen ten koste van de lokale ondernemer. Hoe zorgt u ervoor dat die lokale ondernemer ook gefaciliteerd wordt? Nou, daar zorgt eigenlijk de wetgeving voor. Hè. We moeten het voor iedereen toegankelijk maken. Dus een bedrijventerrein, daar kan iedereen zich op inschrijven. Toevallig hebben we ook in de praktijk wel eens inderdaad tegen een grote partij gezegd, dat past hier niet, dat gaat niet. Maar een lokale partij moet aan dezelfde voorwaarden, leesprijs, noem maar op, voldoen. En de wet die dan geeft gewoon aan dat algemeen toegankelijk is voor iedereen die daar een plek wil vinden. Ik zag de vinger van de heer Rip en daarna van de heer Spijker. Eerst de heer Rip. Ja, nou, op dat laatste ook nog maar even een opmerking te maken. Kijk, ik snap dat het voor iedereen toegankelijk is.
Alleen het is ten alle tijde voor de voorwaarden aan de voorkant voor een ongelijk speelveld. En een ongelijk speelveld, daar kun je nooit winnen. Dus ik ben het met u eens, het is toegankelijk. Maar een MKB'er kan nooit voldoen aan de eisen die we op dit moment stellen aan het uitgeven van gronden. En waarom zeg ik dat? Omdat er schaarste is, want dat komt nadrukkelijk naar voren. En de vraag die ik dan toch wel heb is, welke keuzes gaan we dan maken op het moment dat we schaarste hebben en wetende dat we mogelijk nog moeten inbreien in kernen om bijvoorbeeld onze woningopgave te doen of het inbreien in kernen en waar we de voorzieningen ook in stand willen houden. En ik hoor wat te weinig over onze 31 kernenstructuur, waarbij een fietsenmaker in het dorp ongelooflijk belangrijk is. En daar hoor ik u weinig over. En u heeft het over initiatieven en over ruimte met ruimte. Ik moet u toch wel toch meegeven. Dat is vervelend, want we hebben er allemaal mee te maken. Maar er zijn zat initiatieven van ondernemers. Maar ze, tot op heden, als ik kijk even naar Rijsehout, dan komt dat moeizaam van de grond. En dat is jammer. Dus ja, afsluitend wil ik even vragen, de MKB-agenda, u zegt na de zomer, zou dat ook wat meer tempo in kunnen zijn? Want ik zit er echt naar uit te kijken. En dat is echt een vraag aan het college, denk ik. Mevrouw van Til, wilt u eerst nog een reactie geven op de heer Rip? Ja, dank u wel, voorzitter. Dat is inderdaad een reactie op de heer Rip. Dat was meer naar aanleiding dat u zei dat hij aangaf van ik hoor niet zoveel over. En toen dacht ik ja, maar we hebben het hier over een wensbeeld dat is neergezet door de rekenkamer. Daar mis ik bijvoorbeeld ook nog in, wat ik al aangaf, de luchthaven, logistiek, maar ook pharma waar we ons nu op inzetten en diversificatie. Dan wordt het misschien meer tweede termijn. Ja, en dan is meer de vraag van, ik denk dat het goed is dat we daar in de tweede termijn nog even over hebben, hoe we hier dit rapport duiden. Dat lijkt me ook goed. En dan heb ik dan nu als eerste de vraag aan de wethouder hoe het zit met die MKB-agenda. Volgens mij is dat de vraag die nu meteen aan het college gesteld werd, de MKB-agenda. Ja, meneer Rip, ik zou graag zeggen, dat doen we ook voor het reces. Maar ik heb te horen gekregen dat dat nou weer net een beetje te enthousiast is. Dus ik probeer die werklocaties in ieder geval te vinden. En ik weet zeker dat u ook weet dat ik een groot hart heb voor de lokale ondernemer. En ook de lokale fietsenmaker. Laatst nog een leuke fiets bij de lokale fietsenmaker gekocht. Nee, dus daar hoeft u zich ook geen zorgen over te maken. Maar het gaat mij juist om dat gelijkspeelveld. Juist om partijen de kans te geven. En waar we nu op komen, dat de tijd dat Haarlemmermeer gewoon armen open had en zei van kom maar binnen, want we hebben ruimte zat, die is voorbij. En daarom hebben mevrouw CD en ik vorige periode al restrictief beleid voor datacenters neergezet. Want als we dat niet hadden gedaan, hadden we er niks aan kunnen doen. Dus we hadden gewoon, daar hebben we keuzes in gemaakt. En dat gaan we nu ook weer met elkaar doen. Met de ondernemers samen en met u als raad de voorwaarden zetten. Van hoe gaan we dan die diversificatie doen? Hoe gaan we die bedrijven terreinen kleuring geven en invulling geven? Daar wil mevrouw Smant ook nog iets over vragen. Een vraag ter verduidelijking, want ik heb het niet helemaal helder. Er komt een MKB-agenda, er komen nog wat meer instrumenten aan. Maar die dienen een doel. Die richten zich op een bepaalde visie. Deze visie hier, die moet je vaststellen of met elkaar afspreken. Of wat gaan we daarmee doen? Zodat de instrumenten die ingezet worden ook getoetst kunnen worden aan, is dit de richting die we voor ogen hebben? Dat is mij niet helemaal duidelijk. Ik hoop dat ik het duidelijk kan maken. Dit rapport van de Rekenkamer dient echt als inspiratie voor u, voor ondernemers, voor iedereen die hier mee bezig is. Deze kant kan het opgaan, zegt de Rekenkamer. Maar ik hoor al verschillende kanten. Nou, het gaat niet ver genoeg of dit gaat veel te ver. Dat is aan u en daarom zijn we met de instrumenten bezig om inderdaad meer keuzes te maken. Bij werklocaties gaan we dus inderdaad meer zeggen, meer kwaliteit, meer selectiviteit. Niet alles kan meer overal, om met meneer Remkes te spreken. Ik zag ook de vinger van de heer Spijker. Dank u wel, voorzitter. Dan wil ik aan de wethouder voorzetten. Kunnen we ook zeggen meer simpliciteit? Vorige week waren we in vijf huizen en daar was de ondernemer van de kipkar.
die gewoon zegt, ja, ik wil een marktstalletje hebben. En die loopt al 2 jaar vast op, van hot naar her, gewoon met hun hoofd tegen de muur. En dat zou toch handiger zijn? Is er een oplossing, voorzitter? De wethouder. Meneer Spijker, ik was bij dezelfde dame en ik dacht ook, hoe moeilijk kan het zijn om in plaats van 2 stippen, 8 stippen daar te realiseren. Nou ja, dus ik ben ermee bezig. Precies. Nou, dank. Ik zie dat er geen vragen meer zijn voor het college in deze termijn. Dus dank dat u daar gestaan heeft. Ik ga dan denk ik naar de tweede termijn. Ik ben even aan het twijfelen of ik de tweede termijn zal weer gaan doen aan de hand van de 3 stellingen die de Rekenkamercommissie ingebracht heeft. Of de door een aantal onderwerpen die u als raad heeft voorgesteld. Ik denk dat het laatste handiger is op dit moment. Ik heb er 3 opgeschreven. De VVD had er 2 over de representativiteit van het onderzoek, heb ik gezien. En hoe we verder gaan met de logistiek, om het zo maar te vertalen. En ik had bij D66 opgeschreven hoe gaan we om met de visie Haarlemmeer 2040. Ik zie de heer Rip ook nog iets willen inbrengen voor de tweede termijn. Wat zou u willen inbrengen? Dat ben ik nu aan het ophalen. Ja, ik hoorde ook mijn collega's aan de rechterzijde praten over visie. Ik zou daar eens graag over willen hebben. Lees schaarste van onze gronden. Lees de omgeving. En ik denk dat we misschien wat meer over onze schouder moeten kijken. En over onze schaduw heen willen regeren. Want we moeten denk ik de regio wat groter maken dan alleen binnen de ringvaart als het gaat om het economische belang van Nederland. Dus ik denk dat het tijd is om een stuk inventariseren. Ik denk dat u genoeg heeft gezegd om dat te gaan inventariseren in de tweede termijn. De heer Vermeulen wil ik nog een punt. Voorzitter, ik zou graag het punt inbrengen. De beperkte rol van de gemeente in de economie en het feit dat dat eigenlijk nauwelijks tot niet maakbaar is. En of we dan niet meer een slimme, faciliterende rol moeten kiezen. Dank daarvoor. Ik kijk eerst even naar mevrouw Van Hul, want ik denk, ze keek me aan alsof ik verkeerd begrepen had wat u wilde inbrengen. Dus ik ga dat nu als eerste aan u vragen. Wat wilt u inbrengen? Dank u wel, voorzitter. Nou, u zat er niet heel erg ver naast, hoor. Want u had het over de representativiteit. Maar dat kan je samenvoegen met duiding, hoe we hier met dit rapport omgaan. En gaat eigenlijk ook in op de vraag die mevrouw Smant heeft gesteld. En het lijkt me goed dat wij als raad even goed met elkaar vaststellen wat we hiermee gaan doen. En hoe dit verder in het proces gaat, ook richting economische agenda, MKB-agenda en brede beschouwing werklocaties. Kan ik dat beschouwen als de aftrap van dit kleine debatje? Dan zou ik nog graag wat anders willen zeggen. Ja, nou dan krijgt u daarbij bij het woord. Dan beginnen we daarmee met de duiding van het debat. Ja, dank u wel. Ik zou graag dus willen hebben over hoe wij kijken tegen. Ja, en ik had het al gezegd. Nou, we zouden het graag willen bij de microfoon, want dan wordt het echt een debat. Nee, gewoon daar in het midden, in de arena. Ik doe het gewoon eventjes hier. Ik heb het al meerdere partijen horen zeggen, gelukkig. Want wij bekeken dit rapport en hadden echt zoiets van, dit is niet objectief, dit is niet representatief. Hoe kunnen we hier wat mee doen? En het is een heel mooi filmpje is er geplaatst, waardoor het bijna werkelijkheid lijkt. Waardoor, ik heb het net D66 ook al horen zeggen, hoe gaan we hiermee om? Want dat is een visie. Gaan we dat vaststellen? Nou, zeker niet. Wij beschouwen dit echt als prikkelend. En ik ben wel enigszins gerustgesteld door het college die ook aangaf, dit is een eerste aanzet. En wij komen met een economische agenda en we gaan als raad daar uitgebreid over hebben. Maar ik zou graag van mijn collega's horen hoe zij hierover denken. Ik zal als eerst zeggen, de raad wordt ook niet voorgesteld om het vast te stellen. Dat is in ieder geval duidelijk. Maar ik ben ook benieuwd weet hoe ik, anderen erover ik denken. Ik heb graag dat iedereen zich daar bewust van is. Vermeulen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, bij ons is dat rapport eigenlijk de ene oogbal ingegaan en de andere weer uit. Het is een vermakelijk stukje proza waar ik helemaal niks mee kan, wat geen enkele verbintenis heeft met de toekomst wat ons betreft. De enige punten die ons meegegeven werden ter overpeinzing, daar had dat rapport voor achterwege kunnen blijven. Want natuurlijk wil je graag met je ondernemers in gesprek over hoe zij de toekomst zien en hoe wij als gemeente ze daarin kunnen ondersteunen. Dus dat is een heel goed punt om het over te hebben. En ik hoop ook zeker dat we dat gaan doen. En verder, als je met een heel smal deel van ondernemend Haarlemmermeer gaat praten en daar niet iedereen in meeneemt, dan heeft zo'n onderzoek geen enkele waarde.
Mevrouw Smant. Ja, dank u wel. Ik wil graag even reageren op mevrouw Van 't Hul. Inderdaad, geen visie die we hier vaststellen, maar wel het smaakt wat ons betreft wel naar meer. Dat we die discussie wel gaan voeren met z'n allen. En nogmaals, niet hier in de raadzaal, maar hoe zien we Haarlemmermeer in 2040? Dat gaat nogmaals breder dan een economische agenda. En ik zou graag van de collega's willen horen. Betekent niet dat wij hier Haarlemmermeer bepalen, maar graag van de collega's willen horen. Of zij dat ook zo voor zich zien, dat we die discussie moeten voeren. Met wie moeten we die discussie dan voeren? Niet met elkaar, maar vooral met heel veel anderen. En daar moet wat mij betreft een brede strategische nota uitkomen in plaats van een economische nota. Nou, dat zijn even vragen die ik in het midden wil leggen en ik ben benieuwd naar de reactie. En ik zie dat die daar volop zijn. Mevrouw Maat namens de CDA. Nou, ik denk dat ik mevrouw Smant dan gerust kan stellen, want naast de economische agenda komen er ook werkateliers waarin we met elkaar ook als raad gaan bepalen hoe we die visie dan vorm gaan geven. Dus zoals mevrouw Van 't Hul al zei, het is prikkelend. Ik denk dat we er inspiratie uit kunnen halen en dat we uiteindelijk dus in die werkateliers met elkaar gaan bekijken dan, wat zijn dan punten daaruit die wij dan tof vinden die we hier moeten hebben. Nou, zo'n Noord-Zuidlijn, gaat die er in 2050 zijn? Ik denk het niet. Maar goed, dat zijn dus allemaal dingen die we in die werkateliers met elkaar kunnen bespreken. Meneer Rip. Ja, ook even richting mevrouw Van 't Hul. Ja, het is prikkelend. En ik heb ook gezegd in onze bijdrage, de HAP vindt het een eerste stap. En zo zien we het ook. We moeten daarin verder. Maar ik wil wel meenemen dat als je 31 kennisstructuur hebt en we willen nieuwe inwoners, we willen woningen bouwen, ja, daar horen voorzieningen bij. En dan is het niet de bedoeling dat we fietsen gaan bestellen via Amazon. Nee, dan hoor je in die 31 kennen, hoor je naar de fietsenmaker te kunnen gaan om te zeggen, hé, ik wil een fiets kopen. Dus dat bedoel ik met die hele MKB en dat de schaarste in onze ruimte die we hebben, ja, dan moet ik eerlijk zeggen, dan zit ik niet meer op zo'n grote internationaal bedrijf te wachten. Omdat die voorwaarden daarvoor, die zijn zo hoog, ik kan nooit concurreren met de MKB'er die toevallig weg moet voor een woningproject in de Rip, ik begrijp de opmerking die zei ook in eerste termijn, maar dat was niet wat mevrouw Van 't Hul inbracht volgens mij. Dat ging over de duiding van het onderzoek. Het ging over de visie toch? Het ging zeker naar aanleiding van de visie die is geschetst door de rekenkamer. En de manier waarop dat ons is voorgeschoteld, bijna als van dit zijn plannen. Maar het is echt ter inspiratie. En ik hoorde al in verschillende inbrengen van andere collega's dat misschien niet helemaal duidelijk was. Dus daarom lijkt me goed dat wij met elkaar vaststellen dat dit dus echt een eerste aanzet is en prikkelend bedoeld. Ik had wel nog een vraag richting mevrouw Smant. Die wil het breder gaan trekken. We hebben juist gezegd, naar aanleiding van de methode Duizenberg, met het werkgroepje waar wij toen mee zaten, dat wij verdieping wilden juist op economische zaken. Van wat voor economie willen we nou zijn? En daarvoor is de economische agenda. Dus breder trekken is misschien een nieuw onderwerp, maar dat lijkt mij juist minder focus opleveren en een minder richting. En ik vroeg me af hoe mevrouw Smant dat zag. Is het misschien handig om eerst anderen te horen over de wenselijkheid van visie 2040? Want zo vertaal ik hem dan maar. Volgens mij is het handig en dan kan daarna mevrouw Smant hem afsluiten. Mevrouw Gumbert had ik als eerste en daarna de heer Vermeulen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil daar reageren inderdaad op de opmerking van mevrouw Smant. Dat lijkt mij heel erg belangrijk om het te hebben over wat willen we nou en dan niet in een vage visie die door de rekenkamer is opgesteld, maar wel degelijk ook door onszelf over waar willen we heen, wat is de richting die wij op willen. En ook met de ondernemers natuurlijk van hoe ziet onze toekomst eruit. Ja, daar moeten we het zeker over gaan hebben, daar ben ik het volledig mee eens. En wanneer dat debat dan precies gaat plaatsvinden, en dat is het ook niet één debat, maar daar kan die economische agenda prima een startpunt voor zijn, denk ik. De heer Vermeulen. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, als onze inwoners zich echt zorgen moeten gaan maken, dan is het als de gemeente weer een visie heeft. Inmiddels weten we dat visies ertoe leiden dat er vooral dingen niet kunnen. Dus laten we alsjeblieft geen visies hebben.
Laten we gewoon de maatschappij zich organisch laten ontwikkelen. Laten we dat volgen, laten we dat faciliteren. Laten we scheidsrechter zijn. Maar laten we vooral niet gaan bepalen voor onze inwoners hoe die toekomst eruit ziet. Want dat bepalen onze inwoners echt zelf. Ik constateer dat u geen behoefte heeft aan een visie. Mevrouw Denny. Ja, dank u wel. Ik wil nog even terugkomen op het punt van de VVD over de representativiteit van het onderzoek. Ik sluit me er wel volledig bij aan dat op het moment dat er maar een hele kleine groep ondernemers is bevraagd, dat het onderzoek inderdaad niet representatief is. En zoals mevrouw Gumbert zei, slechts een eerste aanzet. Dank u wel. De heer Rip. Ja, ik wil ook nog even reageren op mevrouw Sman, want ik denk dat ik hoop dat ik u begrijp. Als ik u wil vertalen, u wil wat meer over de grenzen van de ringvaart kijken. En ik ben het denk ik helemaal met u eens. Wij doen dat te weinig. Als je schaarste hebt, moeten we veel meer over onze eigen schaduw gaan regeren. En moeten we veel meer kijken richting, ik noem maar wat, de Plabeka hebben we hebben de MRA. Maar er zijn zoveel gemeenteraden en zoveel hobbels. We moeten dat denk ik breder trekken. Als dat de visie is waar u naartoe wil, dan denk ik dat wij dat wel kunnen steunen. Mevrouw Smant, kunt u iets om, dank u wel, voorzitter. Om met meneer Rip te beginnen, zijn opmerking. Dat geldt zeker voor een aantal onderwerpen. Soms moet je gewoon vaststellen dat je als gemeente te klein bent om karren in je eentje te trekken. En dan brengt samenwerking je verder, absoluut. En op het gebied van economie is dat denk ik cruciaal. Ik wil ook nog graag even terugkomen op de suggestie die meneer Vermeulen deed, dat we vooral geen visie moeten ontwikkelen. Dat lijkt mij een hele slechte zaak, omdat ik met visie ontwikkelen absoluut niet bedoel dat wij gaan bepalen wat er voor de inwoners en ondernemers goed is. Het gaat er juist om dat we heel breed ophalen en daarin faciliterend zijn waar behoefte aan is. En hoe we dat kunnen omzetten in regelgeving, besluiten, naar alle instrumenten waar we mee werken, om dat te helpen realiseren. Wij gaan niet ondernemen, wij gaan niet mede ondernemen. Dus dat bedoel ik met een visie. En dat komt ook met de vraag, wat is onze rol daarin? Maar we zijn niet de kartrekker. Dus dat even ter aanvulling. Mevrouw Van Hul. Ik wil graag nog even reageren op het punt wat mevrouw Smant inbracht om het breder te trekken. Als dat inderdaad breder trekken is door over de grenzen heen te kijken, maar ook zeker buiten de gemeente, dan komen we als raad ook helemaal tegemoet. Want we hebben opgeroepen tot werkateliers en wordt ook ingevuld om dat samen met ondernemers te doen. Maar dan blijft het wel belangrijk dat we aandacht blijven houden voor de representativiteit. Dat de mensen die daaraan deelnemen ook maar een selectie is. Dus dan is het heel erg goed dat we het wel breder trekken, maar dat ook niet als waarheid aannemen. En voor de rest kan ik het dus eens zijn met D66. Ik heb het indruk dat de heer Vermeulen er anders over denkt. Maar de heer Vermeulen. Voorzitter, dank u wel. Ik zou graag inderdaad reageren op mevrouw Smant. Ze noemde tenslotte mijn naam. En dan zou ik haar willen voorstellen als zij wil weten. Kijk, als je een visie vaststelt met alle goede bedoelingen in de raad, en ik heb er al meerdere langs zien komen hier in deze gemeenteraad, dan gebeurt dat met de beste bedoelingen, maar uiteindelijk worden die visies uitgevoerd. En ik hoef maar te verwijzen naar drie ondernemers op de rij op de Arbergweg in Rijsehout. Die hebben ook een visie voor hun deelgebied al daar. Uw fractievoorzitter kent ze toevallig ook. Ik zou zeggen, ga eens met die mensen praten over wat die van visies vinden. Ik denk dat wij geen visies moeten hebben in gemeente Haarlemmermeer. Mevrouw Smant, uw visie op de visie. Visie op de visie, onze visie op de visie. Misschien komt het ook omdat ik veel minder ervaring en veel minder lang in deze raad zit dan meneer Vermeulen. Maar ik ben hoopvol en positief optimistisch dat wij ook als raad in staat zijn om te leren van de fouten die gemaakt zijn, wellicht in het opstellen van voorgaande visies. Maar dat je een stip op de horizon hebt waar we naartoe kunnen sturen met z'n allen. Lijkt voor mij essentieel om überhaupt iets uit te kunnen richten wat nuttig is. Dank u wel. Dank u wel. Ik kan denk ik deze beide onderwerpen afsluiten. Duiding van het onderzoek en de stip op de horizon. Laten we eventueel komt daar een voorstel voor, dan zien we dat ze weer verschijnen. Nu zit het in ieder geval niet erbij, laat ik dat wel constateren.
Ik had nog twee andere stellingen opgeschreven voor in de tweede termijn. En de eerste daarvan was de logistiek, ook van de VVD. Klopt dat? Mevrouw Van Til denkt, moeten we daar nu over door? Het is wel de tijd van de wensbeelden vandaag. Dus. Ja, nou ja, het was niet specifiek logistiek, maar ik denk dat je hem wel kan vertalen in inhoudelijk op de visie ingaande van wat voor vestigingsklimaat zien wij voor ons. En wat ik net al eventjes in reactie zei op een inbreng van iemand anders. Wat wij toch echt wel misten was de luchtvaart, logistiek, maar ook pharma. Dat hebben we al een tijdje geleden met elkaar vastgesteld dat we ons daarop focussen. Juist ook voor die diversificatie. Om dat te stimuleren en niet geheel afhankelijk te zijn van één economische drager. Omdat je economische dragers nodig hebt, dat is één ding wat zeker is. Want met alleen broedplaatsen ga je het niet redden. Dat levert in ieder geval een reactie op van de heer Vermeulen. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik denk dat wij... Nederland zit qua geografische ligging, zijn wij uiteindelijk een doorvoerland. Daar zullen we weinig aan veranderen. Dat is bijna een logisch gevolg van waar we ons bevinden op de aardbol. Schiphol zal er in 2050 ook nog zijn. In welke vorm, dat weten we nog niet. Maar die luchthaven gaat niet weg. Dus er blijven spullen binnenkomen. Dus die logistiek die zit daar. We kunnen inderdaad ons best doen om farmaceutische bedrijven, die zich nu hoofdzakelijk in Amsterdam vestigen, over te halen hier naartoe te komen. Ja, we kunnen ook inzetten op uitbreiding van onze eigen lokale ondernemers. En dat lijkt mij eigenlijk de meer logische stap. Dat roept de reactie op van mevrouw Denny. Ja, dank u wel. Eigenlijk aansluitend op waarmee meneer Vermeulen mee afsloot, is inderdaad wat ik ook al wilde zeggen. Ik hoor de VVD nu zeggen, farma, luchtvaart, de logistiek. Maar waar is in het hele verhaal de lokale ondernemer? Leuk dat je wil aanjagen dat er nog meer grote bedrijven komen, waarbij ook, zeker als we kijken naar de luchtvaart, de schijnende verhalen inmiddels bekend zijn over hoe de werknemers worden behandeld. Het lijkt ons juist goed als we ook inzetten op die lokale ondernemers stimuleren zich hier te vestigen. Nou, de lokale ondernemer is hier al gevestigd, maar ik snap wat hetgeen u bedoelt. Mevrouw Van Til. Ja, en dat snap ik ook zeker. En die heb ik niet genoemd, omdat het zoiets natuurlijk is dat wij hier een sterke lokale economie hebben. De smeerolie, er zijn de lokale ondernemers. Er moet ook zeker plek voor verblijven. Maar het is in reactie op de visie die is neergezet door de Rekenkamer, waar juist de grote bedrijven werd aangenomen van nou, die zijn dan wel verdwenen en we hebben minder vluchten. En heel pharma heb ik helemaal niet teruggezien. Terwijl dat toch wel echt iets is waar we met elkaar over hebben gezegd van ja, dat is wel iets waar we op moeten inzetten. Mevrouw Denny, en daarna die Rip. Ja, dank u wel. Oh, het gaat niet helemaal goed hier. Ik ben blij dat het voor de VVD vanzelfsprekend is dat de lokale ondernemer zich hier vestigt. Maar wat ik ook al aangaf in mijn bijdrage, hoe vanzelfsprekend is dat met de hoge grondprijzen? Hoe gaan zij zich vestigen in nieuwe wijken? Ik begrijp dat u verwijst naar de visie en het toekomstscenario wat eventueel geschetst is. Maar zo vanzelfsprekend is het hier in de toekomst niet meer dat de lokale ondernemer zich kan vestigen. De heer Rip, als eerste. Ja, ik wil nog eventjes reageren. Je moet even het knopje induwen, ja. En vasthouden. Oh. En misschien even een andere. Die andere doet het wel. Ah, is hij weer. Ja, hij doet er een beetje lang op. Ik wil even reageren, want ik snap heel goed wat mevrouw Van Til zegt. Maar die luchthaven, dat heb ik ook in namens HAP in mijn eerste termijn al gezegd, die is zo belangrijk, gaat nooit meer weg. Dus we moeten daar een slimmigheidje in zien te ontdekken. En dat we de lusten en lasten wat beter verdelen. Maar ik daag u uit, waarom moeten wij die dozen logistiek hebben? En waarom kunnen we dat niet wat beter verdelen over de regio? U heeft het over pharma naar binnen halen. Maar dan halen we dat eigenlijk weg bij een collega-gemeente, Amsterdam, want daar zitten de meesten. Waarom zijn we elkaars concurrenten? We moeten veel slimmer nadenken en elkaar wat gunnen in die hele regio, zodat we hier... de ruimte die hier is, die zouden we misschien op een andere manier kunnen invullen. En ik wil je ook meegeven, het binnenhalen van farming en het binnenhalen van datacenters levert ongelooflijk veel experts op. En die willen allemaal woningen. En vervolgens kunnen we geen woningen bouwen hier. Dus we moeten het echt veel breder trekken. En ik daag u uit om daar eens over na te denken en niet al
die postzegel hier in Haarlemmermeer helemaal vol te douwen met logistieke bedrijven. Want ik denk dat we daar veel grotere mix moeten creëren. En we zullen dus ook veel meer met de omgeving in gesprek moeten. Mevrouw Van Til, u wordt uitgedaagd. Niet. In eerste instantie nog even op de lokale ondernemers. Natuurlijk hebben we daar een uitdaging voor. Hè. Wat ik al zei, het is niet vanzelfsprekend dat wij een sterke lokale economie hebben. Daar moet je wat voor doen. En bijvoorbeeld door innovatief om te gaan met je ruimte gebruiken. Dat hebben jullie me wel vaker horen zeggen. En dat is teruggekomen ook in het rapport, wat ik erg leuk vond om te zien. Want dat was zelfs verder doorgetrokken. Dus dat soort innovatieve oplossingen. Dan ga je dus creatiever om met je ruimte. En ergens daarin moet een weg zijn te vinden om toch lokaal ondernemerschap te blijven houden. En ingaande op de HERIP, tuurlijk moeten wij samenwerken met de regio. En dat doen we al. Maar we moeten wel eerst zelf bepalen wat wij willen. Waar willen wij sterk in zijn en waar kunnen we samen sterker in zijn. En daar hebben we het ook al gehad over logistiek en farma. Dat doen we niet alleen, dat doen we met de regio. En ik denk dat er genoeg farmabedrijven zijn en dat we daarvoor niet hoeven te concurreren met een Amsterdam. Ik kijk even wie loopt als eerste. Mevrouw Smant en mevrouw Maat stonden al in de ring. Mevrouw Smant. Ik wilde graag even reageren op wat door een aantal voorgangers gezegd is. Wat lijkt alsof we een keus moeten maken. Gaan we voor het MKB of gaan we voor de grote bedrijven? En hoe mixen we dat dan een beetje in de marge? En dan kom ik toch weer terug op het punt, hoe willen we, en met we, nogmaals, breed Haarlemmermeer, hoe willen we dat Haarlemmermeer eruit ziet? En dat betekent ook, en wat wij van harte ondersteunen, zeker in de dorpskernen, dat het MKB daar een prominente plek moet hebben. Omdat dat van alles en nog wat met zich meebrengt, sociale cohesie, noem maar op. Dat betekent misschien ook dat je op basis daarvan een keus moet maken om bepaalde grote bedrijven niet meer hier te hebben of aan dorpsranden of iets dergelijks. Dat is dan, zou je kunnen zeggen in economische termen, de prijs die je betaalt. Heb je die ervoor over? Het heeft wat mij betreft nogmaals alles te maken met visie. En hoe halen we op wat die visie is? Anders blijven we of het een of het ander kiezen. En dat is niet goed. Mevrouw Maat. Ja, voorzitter, ik ben nog even getriggerd door het zinnetje ruimte met ruimte van de VVD. Want dat lijkt nu tegenwoordig wel een soort spreuk te worden. En als ik net onze wethouder heb gehoord, dan valt het ook nog wel vies tegen hoeveel initiatiefnemers we hebben daardoor. Maar een distributiecentra blijft een distributiecentrum. En het is niet dat als een distributiecentra dan 's nachts niet meer werkt, dat we dan opeens een ander distributiecentra daar dan in kunnen stoppen. Dus als we het hebben over de heer Rip die zegt, hè, willen we dan die doos hier hebben? Ik denk dat, en dan zegt mevrouw Smant, die zegt het ook, dan moeten we daar gewoon keuzes in maken. Nou ja, we hebben al gezegd met elkaar met die datacenterbeleid, hè, daar zetten we een stop op. Maar ik denk ook dat als we nu kijken naar onze ruimte, ik reed gisteren nog op de Nelson Mandela Dreef, het is wel gewoon een keer klaar. En als we het dan hebben over de lokale ondernemers van mevrouw Denis, dan zou ik zeggen, laten we onze focus dan daar eerst eens op leggen. Van oké, hoe gaan we deze mensen, hoe gaan we zorgen dat onze winkelcentra gewoon vol zijn met ondernemers? Hoe gaan we dan zorgen dat die fietsenmaker kan blijven zitten waar die zit? Ik denk dat nu onze focus hier moet zijn in de gemeente Haarlemmermeer. Ja, top. Mevrouw Maat, dank. De heer Van Meulen. Voorzitter, iedereen gaat voorbij aan wat meneer Rip zei. Die heeft eigenlijk de spijker op zijn kop geslagen. Ja. Ere wie ere toekomt. Als je het helemaal heel vrij vertaalt, hebben we een toekomstvisie die eigenlijk heel optimistisch is. Die uitgaat van een enorme leefbare samenleving in 2050. Nou, dat is het enige wat ik wel in mee wil nemen. En bij die leefbaarheid hoort ook dat je kan wonen. En inderdaad, om dan allemaal bedrijven aan te gaan trekken hier, om dan vooral maar een mooie hoge grondprijs op te kunnen halen, die alleen maar buitenlandse werknemers meebrengen die zich hier ook moeten vestigen, waar wij dan voor weer in alle bochten moeten wringen om er huizen voor te bouwen, dan zie ik veel liever dat we ons inzetten om onze eigen inwoners en onze eigen ondernemers te faciliteren en hier een sterke samenleving te creëren. En misschien, en dat moeten de inwoners uiteindelijk zelf weten, ziet onze
toekomst er dan uit zoals geschetst in het toekomstrapport, maar dat is aan onze inwoners. Eerst de heer Rip, dan mevrouw Gummert en dan geef ik als laatste van dit onderwerp het woord aan mevrouw Van Til. Ik wil nog heel even reageren op mevrouw Smant. Een uitstekende bijdrage, ik ben het helemaal met haar eens. Maar het is niet de prijs die we betalen, mevrouw Smant. Het is de luxe waarin we het mogen doen op dit moment. En dat vind ik een iets andere invalshoek. Want we zitten helemaal niet in zwaar weer. We hebben gewoon een ongelofelijke luxe om deze discussie op deze manier te voeren. En als u mij vraagt, ik heb nog een hele mooie stelling voor zometeen, als u mij de gelegenheid om geeft. Dat moet ik even naar de klok kijken. Maar ik heb van u trouwens nog een stelling staan over de schaarste van de gronden. Of is dat hetzelfde? Klopt, dat klopt. Ik maak er wel een draai aan. Ik kom er goed met. Ja. Zo ken ik u ook. Mevrouw Gummert. Ja, ik wilde graag nog reageren op de heer Vermeulen net en mevrouw Smant en mevrouw Maat. Want ja, meneer Vermeulen, ik weet niet hoe u dat ziet wat u net schetste, maar in mijn beleving is dat een visie. En zo als we nodig hebben waarvoor we keuzes moeten maken en ook keuzes moeten maken voor wat we niet willen. Omdat we op die manier samen verder kunnen komen door na te denken over hoe we het willen. Dat is wat een visie is en lijkt mij dat we die nodig hebben. Mevrouw Van Til. Nou, dat ben ik eens met GroenLinks en in reactie op mevrouw Smant ook en ik weet even niet meer wie dat was. Maar we gaan het hebben over de brede beschouwing werklocaties en zoals ik het nu hoor ben ik niet de enige die daar heel erg behoefte aan heeft. Want daarin gaan we juist met elkaar kijken wat is er nodig en hoe moeten we het anders doen dan we het hiervoor hebben gedaan. U vat hem inderdaad mooi samen. Dat komt zeker terug in dit theater. De heer Rip, denk ik, als laatste om de stelling in te brengen die we in dit debat kunnen debatteren. Ja, ik ga kijken of ik mijn collega's kan prikkelen om het andersom aan te vliegen. En mevrouw Gummert zei het eigenlijk net al heel klein beetje. Ik zeg in die gewone stelling, wat willen we gewoon niet? Punt. Nou, daar wil ik best een aftrapje voor doen. Moeten we nog vasthouden om hier een hogeschool naar binnen te halen? Als je de grote steden om je heen hebt, je geen woningen kunt bouwen, waarom moeten we dat doen? Waarom moeten we niet inzetten om een campus MBO? Want we hebben geen fietsenmaker meer, we hebben geen loodgieters meer, we hebben geen elektriciëns meer, we hebben eigenlijk geen hoveniers meer. Dus dat wil zeggen dat we na moeten denken wat we niet willen. Nou, dan moet je, denk ik, grote hoofdkantoren hier niet naar binnen halen. Nou, dan moet je een keer zeggen, nou, we gaan geen grote hoofdkantoren van internationals hier naar binnen halen. Bijvoorbeeld. Dus, heel samengevat, wat willen we niet? Wat willen we niet? De heer Beuzenberg, wat wilt u niet? Nou, het is niet iets wat ik niet wil, maar ik hoorde de heer Rip zeggen van, moeten we hier wel een hogeschool of een mbo-campus naartoe halen? Maar u heeft volgens mij de wethouder bij het kindervragenuur horen zeggen dat we hier nog 560 of 520 studentenwoningen gaan bouwen, zodat ze dicht bij school kunnen wonen. Dus dat was in het. Nou ja, ik voer nu een debat met iemand die geen woordvoerder is. Maar voorzitter, dat. Dank. Ik zie de heer Rip naar de microfoon lopen. En ik geef meneer Beuzenberg, dank voor die interruptie. Want ik heb natuurlijk ook geluisterd bij het kindervragenuur. Maar studentenwoningen zeggen nog niks of het hbo is, mbo is. Dat zegt natuurlijk helemaal niks. Hè. Dus het gaat aan mij even om het begrip hogeschool hier naar binnen halen. Waarbij je weet dat de arbeidsmarkt zit te springen op mbo's. Dus misschien moeten we daar wel wat meer op inzetten. Zeker ook omdat we het toch wat meer maakbare. Ik zeg maar de logistiek viert hier de hoogtij. Dus ik denk dat we daar misschien op in moeten zetten. Nou, dan moet je gewoon ook dingen durven te zeggen dat je het niet doet. En ik heb een voorbeeld gegeven met hoofdkantoren. Ik zie nog meer mensen die zich willen uitspreken over wat willen ze niet. Het gaat met name wel over het vestigingsklimaat. Laat ik dat nog even nadrukken. Mevrouw Van Til. Inderdaad. En voordat het vestigingsklimaat is een aansluiting op de arbeidsmarkt ook heel erg essentieel. En dat heb je daarvoor nodig. Opleiding. En dat is iets wat wij op dit moment qua vervolgopleidingen nog niet heel erg veel aanwezig hebben. Mochten er echter goede alternatieven zijn waardoor dat minder ruimtegebruik inneemt, prima. Dat hoeft misschien niet in een pand, maar dat zou niet bij ons op het eerste lijstje staan om iets uit het coalitieakkoord eruit te schrappen. De heer Vermeulen, wat wilt u niet?
Ik denk dat als je in de luxe positie verkeert dat er meer bedrijven zich willen vestigen dan dat je kan huisvesten, dan denk ik dat je niet moet gaan inzetten op één bepaalde sector die je graag binnen wil halen, maar dat je het organisch moet laten groeien. En organisch laten groeien betekent dat je automatisch die diversificatie krijgt waar je naar op zoek bent. Dus dat is één. En ik wil heel graag, meneer Beuzenberg, ik durf de weddenschap bijna wel aan, dat wij hier aan het bouwen zijn voor Amsterdamse studenten. Mevrouw Smant. Dank u wel. Ik wil even terug naar de vraag van meneer Riep. Wat willen we niet? En dat is een vraag die wij helemaal niet kunnen beantwoorden. En we moeten, denk ik, heel goed oppassen dat we die ook niet gaan beantwoorden op basis van of naar aanleiding van dit rapport. Waar het om gaat is dat we heel goed en breed ophalen wat opvattingen zijn. En dat we daar op een verantwoorde manier invulling aan geven. En dat gaat over wonen, dat gaat over onderwijs, dat gaat over vestigingsklimaat. Maar wij kunnen hier niet bepalen wat we niet willen. We kunnen kaders meegeven, niet meer dan dat. Mevrouw Gambert. Dank u wel, voorzitter. Ik ben het er helemaal mee eens dat, dat wij kaders kunnen stellen, maar in die kaders kan, voor zover ik het GroenLinks het ziet, kan er ook zeker wel staan wat we niet willen. En in antwoord op meneer Rip van wat willen wij niet, nou dan lijkt mij een van de dingen waar ik niet de eerste voorkeur op zou leggen, is al die smart en surveillance en optimalisering en data en algoritmes en zo. Daarvan heb ik het gevoel van, nou, dat lijkt mij niet de eerste keuze om de vernieuwing, de visie op onze economische agenda vorm te geven. Mevrouw Denis. Nou, om antwoord te geven op de vraag wat willen wij niet, daar heb ik wel een antwoord op. Wat willen wij niet? De PvdA wil niet dat er nog een lokale ondernemer omvalt, omdat ze de kosten niet kunnen betalen van de omgeving of de energiekosten, whatsoever. Wat de PvdA ook niet meer wil, is dat er 20 arbeidsmigranten op 12 vierkante meter zitten gepropt, omdat ze gewoon uitgebuit worden in hun werkomgeving. En wat we daarna al helemaal niet willen, is dat straks de lokale ondernemer wordt verjaagd door de multinationals. Dank u wel. Mevrouw Antolini, wat wilt u niet? Ja, dank u voorzitter. Terugkomend op wat de heer Rip aangaf, daar sluit ik me graag bij aan over de bedrijven. Ik weet nog, jaren geleden had je echt van die kleine leuke lokale winkeltjes. Ja, dat is eigenlijk zo goed als allemaal weg. Het zijn vooral de hele grote internationals die hier inderdaad gevestigd zijn. En op een gegeven moment houdt het gewoon op. Dus ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. De heer De Ruiter, u ook hoop ik. Ja, ik kan me daar wel bij aansluiten, maar ik had eigenlijk een andere vraag voor mevrouw Gumbert. Want zij maakt een opmerking over, volgens mij, over het smart gedoe, wat misschien wel helemaal niet zo smart is. Wat ik me dan afvraag, als zij zegt van dat moeten we niet binnenhalen, is of dat zij dan bedoelt de producenten van dit soort dingen, zoals de Chinese cameraproducent die op het presidententerrein zich gevestigd heeft, of bedoelt zij gewoon de toepassing van deze dingen om onze burgers gewoon te sturen en te controleren? Het is bijna 8:30, dus heel kort, vraag om het. Nou, die Chinese camerafabrikant, daar zijn we geen voorstander van, maar die is er al, dus die hoeven we niet meer binnen te halen, kunnen we ook niet meer wegsturen. Maar het is zeker wel iets om op te letten. En ook de toepassing van al die surveillance en optimalisatie algoritmes is niet iets waar wij in verder onze focus op zouden willen zetten. Ik denk dat ik dit debat dan even afsluit. Volgens mij is dat helder. Ik ga de laatste woorden aan mevrouw Maat en daarna aan de heer Zulman. Ja, nou, ik dacht toch nog even als antwoord op de heer Rip, want wij kunnen zeker wel zeggen wat we niet willen. Dat hebben we ook bij slot van rekening met die datacenters gedaan. Nou, om er wat te noemen. Geen aardappelzetmeelfabriek, geen Jap Jum. Nou, om maar eens, volgens het CDA hebben wij er niet zoveel zin in. Ja, nu maakt u weer iets los, denk ik. Maar meneer Zulman. Dat is inderdaad heel specifiek wat je niet wil, dat is wel waar. Ja, antwoord op de heer Rip, op de vraag van wat willen we niet. Nou, wij willen in ieder geval niet, en dat hebben we natuurlijk al een aantal keren hebben dat gezegd, de grote blokkendozen. Maar wat we wel willen, en dat is ook al een aantal keren hier gezegd, is het MKB.
En als er dan toch een blokkendoos moet komen, laat het dan een midden- en klein blokkendoos zijn. Misschien is daar dan nog wel ruimte voor. En nog even terugkomend op het onderwijs. Ja, HBO, universitaire opleiding, het is goed aanwezig in Leiden, Amsterdam en HBO ook in Haarlem. Volgens mij, en in het openbaar vervoer, daar gaan we ook steeds beter. Dan krijgen we Noord-Zuidlijn, dan is Amsterdam prima bereikbaar. Dus wat ons betreft is dat niet nodig, maar een MBO zeker wel, want die mensen hebben het hardst op dit moment nodig. De heer Rip, ik ga hem toch afsluiten. Ik denk dat ik dat kan, namelijk. Want nou, ik heb nog wel een opmerking nog even, afsluitend. Mag dat? Ja, over het onderwijs heeft u uw mening gegeven. Nee, ik wil nog eventjes. De sessie om de wensbeelden mee te geven. Nee, ik ben toch nog geraakt door een opmerking van een collega van mij. Als u geraakt bent, geef ik u het en dat vind ik fijn, dat vind ik fijn. Ik moet u mededelen dat bij de stukken van vanavond niet het coalitieakkoord stond. En als een partij meent om mij het coalitieakkoord nog eventjes onder de neus te wrijven, dat mag. Ik ken het namelijk heel erg goed. Maar ik ken ook de omstandigheden van dit moment. En het was ook helemaal niet in de lijn der discussie om dat argument te gebruiken. Als je dat gebruikt op het eind, dan denk ik dat je geen andere inhoud meer hebt. Dat vind ik jammer. Nou, laat dat gezegd zijn. Laat het duidelijk zijn. Voor mij was de sessie vanavond bedoeld om wensbeelden op te halen. Zo was in ieder geval de vraag van de Rekenkamercommissie. Ik kan hier concluderen. Dat het zeker in het laatste half uur zeer goed gelukt is met de wensbeelden. Die zijn in ieder geval duidelijk geworden. Ik denk dat ik ook kan concluderen dat eerste punt eigenlijk niet meer aan de raad voorgesteld hoeft te worden. Maar ik ga niet aan het raadvoorstel sleutelen. Ik constateer wel dat dit voldoende besproken is om aan de raad door te zenden. En dat we er 29 juni over kunnen besluiten. Ik dank iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering.